In de kinderopvang en het onderwijs wordt veel samengewerkt op allerlei thema's. De arbeidsmarkt, daar kennen we de onderwijsregio's voor. Op het gebied van zorg en onderwijs heb je de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Als het gaat over opvang, onderwijs en welzijn, worden er steeds meer IKC's, integrale kindcentra, opgericht. En ook huisvesting is een thema waarop heel goed kan worden samengewerkt. Dat gebeurt natuurlijk binnen die IKC's, maar het kan ook breder met verschillende instellingen binnen één gemeente. Maar ja, hoe organiseer je nou kwalitatief hoogwaardige huisvesting waar alle partijen tot hun recht komen? Hoe bevorder je die samenwerking? En hoe, ja, wat is er financieel, juridisch en strategisch mogelijk of nodig om dat te bewerkstelligen? Allemaal vragen waar we tijdens dit webinar antwoord op gaan hopen te krijgen. Van harte welkom namens de VTOI en VTK. Mijn naam is Lisa Peters en dit webinar heet Huisvesting en Samenwerking in de Kinderopvang en het Onderwijs. Nou, ik heb 3 gasten vandaag in de studio. Heb je vragen voor hen, schrijf ze dan in de chat en ik doe mijn best om ze aan hen door te geven en te laten beantwoorden. En zoals altijd heb ik ook weer wat vragen voor jou. Daarom wil ik je vragen om naar menti.com te surfen. En dan kan je of gebruik maken van de QR-code die nu in beeld is. Of je typt de code 12250357 in op menti.com. En daar verschijnt de eerste vraag. Is huisvesting op dit moment een thema binnen jouw RVT? Is dat inderdaad, of nou, is dat antwoord nee. We zitten eigenlijk goed waar we zitten. Dus huisvesting is niet per se op dit moment een thema. Is het antwoord, nou ja, we zitten eigenlijk midden in een verbouwing of renovatie? Of is het antwoord C of ja, we zijn ermee bezig, we zijn het ons aan het oriënteren. Nou, terwijl je de vraag invult, stel ik heel graag de gasten hier voor. Ze zijn alle 3 van advocatenkantoor Van Doornen, advocaten, fiscalisten en notarissen. We hebben 2 advocaat-fiscalisten, namelijk Danielle Westerhof en Nienke Petri, van harte welkom. Dank je wel. En ook 1 notaris, Saskia Lazeur. Van harte welkom, alle 3. Eventjes om te beginnen. Nienke, waarom 3 juristen aan tafel als het gaat over huisvesting? Is dat logisch? Goeie vraag, want je zou misschien denken inderdaad dat er iemand het gebouw moet ontwerpen. Maar onderwijshuisvesting, maar ook huisvesting voor IKC's, is gewoon onderhevig aan zoveel wetgeving dat je eigenlijk iemand nodig hebt die alles bij elkaar brengt om zo eigenlijk samen tot een soort standaardisatie te komen en een goede, passende contracten te komen om eigenlijk die huisvesting tot stand te brengen. Ja, dus de basis eigenlijk. Die precies. Ja. Dus ik denk in de praktijk weten heel veel mensen allerlei ideeën, maar eigenlijk zijn wij er dan om de grondslag te vinden van oké, hoe gaan we dit regelen en wie staat ervoor aan de lat? Ja, oké. Okay. En Saskia, de relatie met de VTU en VTK, want jullie hebben al vaker voor hen wat gedaan. Ja, zeker. Ja. Ik vind het ontzettend leuk om hier vandaag weer te zijn bij de VTU en de NVTK inmiddels natuurlijk. Ja. Ik ben al heel lang in dit vak werkzaam, 33 jaar. En helemaal aan het begin dus ook toen de VTOI kwam. Je moet je voorstellen, toen ik ging werken was er nog geen enkele onderwijsinstelling met een afzonderlijk toezichthoudend orgaan. Helemaal niet. En de eerste moet dat introduceren. En ik weet nog hoe we toen aan tafel zaten met elkaar. Ja, en nu zo geprofessionaliseerd en sinds 2014 natuurlijk ook helemaal geïntegreerd wat onze praktijk betreft met de kinderopvang. En nu ook hier de toezichthouders samen. Ik heb heel veel les gegeven in allerlei zaaltjes. En nu dus bij jullie vandaag weer. Ja. En fantastisch met al die nieuwe generaties erbij. Ja. Ik als de oude rot, middengeneratie, de jongste upcoming. En ja. En je hebt ook geholpen met het opstellen van de statuten van de nieuwe organisatievorm. Zeker. En het integreren daarvan. Ja, heel goed. En heel blij dat het nu echt verbonden is. Nou, dat zie je vandaag in dit thema, maar op allerlei thema's natuurlijk. Hoe het jonge kind, de pedagogiek en de educatie gewoon hand in hand gaan over de hele dag. Ja. Ja, zoals ik zei het al, Danielle, 3 generaties. Leg eens uit, hoe zit dat? Ja, misschien is 3 generaties iets te groot. Generaties op het kantoor. Precies. Waarbij zijn? Zeker, ja, om het terug te grijpen naar onderwijs en opvang dan. Maar dit is dan een stukje onderwijs. Zoals ik heeft mij voor een heel groot deel opgeleid. En ook al vanaf het begin van mijn carrière meegenomen in eigenlijk de hele ontwikkeling van huisvesting.
En nu probeer ik zo mijn bijdrage te leveren aan de opleiding van Nienke. Dus vandaar naar drie generaties, kantoorgeneraties, maar ook wel drie specialismen. Ja. Namelijk? Echt juridisch, echt advocatuurlijk, fiscaal en notarieel. Ja. Ja. Ja, juist. En deze tak bij jullie kantoor groot of klein? Of hoe zit dat? Ja, zeker. Ja, we richten ons als kantoor wel echt op de publieke en semi-publieke sector. Naast de harde corporate en de procespraktijk en vastgoed. Maar met name ook, we proberen ons in te zetten op wat houdt nou eigenlijk de buitenwereld bezig. Mm. Dus meer vanuit de blik van binnen naar buiten en eigenlijk inzetten op de transities en de demografische ontwikkelingen die daar achter voortkomen. En dan is onderwijs en opvang, voor ons is opvang eigenlijk ook onderwijs, dus vandaar die noemer, een groot deel van onze praktijk. Ja. Ja. Nou, eens even kijken of huisvesting als thema speelt bij de kijker. Ja. 54% zegt ja, we oriënteren ons op een nieuwe situatie. 7% zit goed waar ze zit. En 38% is midden in die verbouwing. Nou, dus de doelgroep die is er wel. Ja, mooi. Mooi. Goed zo. Saskia, laten we eerst bij jou beginnen. Wat maakt huisvesting nou zo een ingewikkeld thema? Ja, ja. Ik vind het eerst leuk om even te zeggen dat we dit met ontzettend veel partijen samen doen. En dat wij dit vanuit kantoor doen, doen we samen met allerlei andere partijen die hier ook actief in zijn. Wat bedoel je dan? Nou, dat bedoel ik dat het voorbeeld wat we vandaag gaan bespreken is een samenwerking waarbij het voor gemeentes, voor heel veel partijen die actief zijn rond bijvoorbeeld een grote stad. Dat doe je dus ook collegiaal samen. En het is een kwestie van kennis delen en zorgen dat iedereen hier meer vertrouwd mee is om dat goed te kunnen doen. Dus dat is echt, het is kantooroverstijgend voor ons. En het is voor andere organisaties, het bevoegd gezag, is het ook overstijgend omdat je samenwerkt met andere bevoegde gezagsorganen. Dat en maakt gemeenten. Het dan misschien ook meteen Juist, ingewikkeld. Dat maakt het meteen ingewikkeld, ja. En om dat een beetje duidelijk te maken, hadden we bedacht dat we beginnen met een voorbeeld, als je het goed vindt. Yes, ja. En dan komen we vanzelf gewoon, zeg maar, in het hele kennisdelen van vandaag komen we toe. Ja, want jullie stelden voor, we willen het even hebben over het verleden, dan over de toekomst en dan over wat is er nodig in het heden. Wat kunnen we nu? Exact, exact. En als je dus even gaat naar het verleden, hè, dan moet je je voorstellen, zeg maar, helemaal toen ik begon rond de jaren 90 kreeg je de grote leerpleinen. Hè, dus ik weet nog goed de Haagse Hogeschool, dan kreeg je de opdracht met de architecten samen, 15.000 leerlingen moeten tegelijkertijd studenten van klaslokaal kunnen wisselen, colleges, werkgroepen. En dan krijg je een heel andere visie op onderwijs. En daar eigenlijk achter vandaan is gekomen dat het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs dat eigenlijk ook wilden. Een andere visie met gebouwen. En dan zie je eigenlijk dat creativiteit ontstaat bij schaarste. En het voorbeeld wat we hier spreken is Breda. De gemeente zat heel erg krap. Hè. Had ook een aparte status, zeg maar. En wat je toen eigenlijk zag, is dat eigenlijk eerst heb je het Rijk geld. Dan krijg je een decentralisatie. Dan komt het onderwijshuisvestingsgelden in het gemeentefonds. En vervolgens werden er in de gemeenteraad vragen gesteld. Gaat dat geld wel naar het onderwijs of hebben we niet andere problemen? Hè? En er waren financiële problemen bij de gemeente. En wordt het misschien, en dan krijg je de metafoor, aan lantaarnpalen besteed. Toen heeft men onderling eigenlijk gezegd, en dat kwam uit de toezichthouders, en daarom vind ik het ook zo mooi om hier te kijken, want daar was een enorme verantwoordelijkheid, omdat de gebouwen echt heel erg achterbleven bij wat de bedoeling kwalitatief met het onderwijs was. En toen hebben die toezichthouders eigenlijk gezegd, kunnen wij nou onze besturen faciliteren om dit onderwerp gezamenlijk aan te gaan pakken? En dan had je grote en kleinere besturen. En toen is in ieder geval de eerste basispunt, we gaan het met z'n allen doen. Want het onderwerp is te complex voor ons als groot bevoegd gezag, dus we gaan het samen doen. En de tweede is, iedereen moet vanaf het begin af aan ervaren dat onze samenwerking beter is dan als we alleen zijn. En dat ging echt over ook
VO en PO scholen. Nee, heel goed dat je het zegt, Lise. Eerst VO en later is het ook voor PO. En dan komen we straks bij kinderopvang. Ja. Wat ik mooi vond is dat ze allemaal een wens hadden. En dat ging van een technasium in een achterstandswijk tot tweetalig onderwijs in het VO. Waar veel meer zeg maar, de beleving van talen in het gebouw terug moest komen. En zo had je ook in het creatieve domein wensen waar een theateropstelling was, et cetera. Nou, als je dat regulier had moeten doen, dan ging je daar minstens 15 jaar over doen. Nu is in 8 jaar tijd 54 miljoen aan dat onderwijsgebouw besteed. En hoe is dat gebeurd? Nou, dan zeggen de toezichthouders terecht, zo'n samenwerking, het moet beheersbaar blijven. Ik wil niet dat de aansprakelijkheid rond die hele vastgoedontwikkeling vermengd wordt met het bekostigd onderwijs wat ik aanbied in zeg maar de hoofdstichting. Zo is er een verenigingsstructuur tot stand gekomen met georganiseerd een uitsluiting van aansprakelijkheid. En de gemeente wilde natuurlijk zeggen, ja, ik hou de zorgplicht van het onderwijs, want dat is een gemeentelijke taak. En als het dan misgaat met het onderwijs, dan wil ik wel dat ik kan blijven voorzien in onderwijshuisvesting. En daarbij is dus georganiseerd dat wij het zo konden inrichten dat dan als het onverhoopt mis zou gaan in die samenwerking, dat dan de gebouwen terug konden vloeien naar de gemeente. En dat een curator daar ook voldoende, want die moet natuurlijk zorgen dat schuldeisers betaald worden, voldoende houvast had om dat te laten gebeuren. En dan zie je dus dat je ineens met z'n allen al het eigendom in één bij elkaar brengt. Dat je een extra financiering kan aanvragen en dat je tegelijkertijd dus op die plek in de stad, op die plek in de stad en op die plek in de stad gewoon innovatieve en toereikende onderwijshuisvesting kan genereren. En dat is anders dan dat ze dat achterhoek één voor één zouden doen. Ja, dan had je moeten wachten tot het uit het gemeentefonds er voor jou geld is. En dan krijg je ook één, onderlinge wrijving, precies, want waarom jij eerst en ik pas later? En nu was het ook echt in gezamenlijkheid, omdat je dat in een verenigingsstructuur samen hebt ingericht. Ja, en het allermooiste vind ik dat het ook op het PO is, dat Breda vervolgens onderwijsstad van Nederland werd. Het werd gevierd in de kerk, met elkaar onderscheidingen voor de bestuurders. Heel erg inspirerend en vooral omdat ik ook later zag hoe de leerlingen er vrolijk van werden. En dat werd allemaal aangejaagd door een nieuwe manier van nieuwe samenwerken manier. Op het gebied van huisvesting. Ja. En wat ik dus ook hoop is vandaag, omdat we nu weer met eigenlijk zo'n vergelijkbare situatie, helaas herhaalt de geschiedenis zich weer, heel erg veel minder geld beschikbaar voor onderwijs. En dan zie je dus dat op het moment dat je gaat samenwerken, dat daar kracht van uitgaat. En hoe dat moet, dat moeten we echt aan deze experts vragen. Want de volgende generatie en de nieuwe wet en regelgeving staat klaar om dat aan jullie toe te lichten. Nou, dan gaan we daar naar kijken natuurlijk. Waar beginnen we? Danielle. Misschien toch maar even bij de status van de gebouwen. Want deze ontwikkeling die jij net schetst, Saskia, kwam heel erg voort uit een financiële noodzaak. Ja. En inderdaad was samenwerking daar de kracht en dus ook de sleutel. Nu zien we eigenlijk andere incentives om dit samen te gaan doen. En we krijgen volgens mij zo meteen een plaatje. De cijfers liegen er niet om. Maar misschien ook aardig om, ik weet niet of dat kan, aan de kijkers te vragen of zij weten wat de status is van de gebouwen. Ja, want dat spreekt denk ik zo meteen voor zich. Ja. Nou, ik hoor ondertussen dat de techniek wiebelig is. Dus daar wordt aan gewerkt voor zover dat aan onze kant mogelijk is. En in de tussentijd staat er wel een nieuwe Menti-vraag voor je klaar. Dus dat kun je toch ook ondertussen eventjes doen. Menti.com met code 12250357. En dan is de vraag, weet jij als RVT wat de status is van de gebouwen binnen jouw instelling waar jij toezicht op houdt? Zeg je, we worden eigenlijk goed op de hoogte gehouden. We weten dat, ons bestuur houdt ons goed op de hoogte. Van de meeste heb ik wel een idee, een beetje, maar niet alles. Of zeg je eigenlijk, dat weet ik eigenlijk niet wat de status is van onze gebouwen.
Laat het eens even weten. En ondertussen luisteren we naar ja, gaan wij de cijfers erbij van halen. Heel Nederland. Precies, ja, we hebben het inzichtelijk in een slide. Wat ik net al zei, de cijfers liegen er niet om. Als we kijken dat gemiddeld het onderwijsgebouw 40 jaar oud is en niet duurzaam. Nou, dan kun je je nog voorstellen, dat is dan misschien de buitenkant. Maar met name ook als je gaat kijken naar hoeveel procent van de gebouwen het binnenklimaat niet goed is. Dan hebben we het over 80%. En dat is natuurlijk wel iets wat we 4 jaar geleden met de hele COVID-crisis en de hele ventilatie... kreeg dat ineens aandacht, hè? Want dan moesten de kinderen met jassen aan in de schoolklassen gaan zitten. Maar er is ook onderzoek naar gedaan, zowel door de Universiteit Groningen als de Universiteit Maastricht. En daar zie je ook dat het niet alleen maar gaat om we willen iets duurzaams, we willen iets comfortabels. Maar het heeft ook echt invloed op de onderwijsprestaties. Ik heb het hier toch even opgeschreven, want soms is met data strooien niet handig. Maar ik vond dit toch wel iets om te benoemen. Er zijn 27 scholen zijn er bezocht, 216 klaslokalen en 5.500 kids die daar de hele dag zitten. En een groot deel van die scholen was het CO2-gehalte te groot. En dat leidde ertoe dat 17,6% van de schoolresultaten lager uitviel bij een hoog CO2-gehalte. Dus ik vind het goed om toch te benoemen, het gaat niet alleen om duurzaam en comfort, maar het gaat ook echt om, we doen dit als je hier samen in investeert, ook echt in de investering van het kind. Zo is het. Ja. Dat is denk ik een hele mooie, of in ieder geval iets moois om een volgstap in te maken. Ja. Waar ik zelf ook wel enigszins van schrok, is het energielabel. Dan zou je denken, dat kennen we, hè? Dat is verplicht voor kantoorpanden, minimaal C. Op het moment dat je een huis gaat verkopen, heb je het nodig. Maar ook hier is het een belangrijk punt, omdat onderwijsstichtingen, zeker in IKC-vorming, natuurlijk ruimtes in gebruik kunnen geven of kunnen verhuren aan de opvangpartij. En ook bij verhuur moet je dat certificaat overhandigen. Juist, en dat is niet per se een uitnodiging natuurlijk als je een energielabel G moet overhandigen. Nee. Om vervolgens de andere partij te overtuigen dat het een goed idee is bij ons te komen. Dus dat denk ik nog een belangrijke om hier te noemen in dit plaatje met data. Maar toch ook wel de lange duur die schoolbesturen nu ervaren bij het tot stand brengen van een nieuw pand. Dat begint al bij, wat zoals ik net schetste, je moet eigenlijk met de hand naar de gemeente toe om te zeggen van nou, welk bedrag is er voor ons beschikbaar? Om vervolgens eigenlijk elke keer het wiel weer opnieuw uit te vinden. Dus de hele financiële raming, de hele architectuur ervan. Dus dat kost gemiddeld 8 jaar. Ja, dat is natuurlijk ongekend voor een pand op het moment dat je... Want je weet dat het al 40 jaar oud is. Ja. Nou ja, inderdaad. Dat inderdaad. En ook wat doe je dan met tijdelijke huisvesting? Hè? Dus je komt eigenlijk van de regen in het drup als je er zo lang mee bezig bent. Ja, en daar refereerde je net ook al aan. Ja. 15% eigenlijk te weinig middelen. Ja. Dus het is vanuit de status van het pand noodzakelijk om samen te gaan werken en een grotere stap te maken vanuit de duur, maar ook vanuit het kostenperspectief. Ja. Ja. Nou, laten we even kijken of de kijkers weten wat de status is van hun gebouwen. Bijna 60% zegt, ja, wij worden goed op de hoogte gehouden. Ja. 33% zegt, nou, van de meeste gebouwen heb ik wel een idee, maar niet van alles. En 8% zegt, nee, dat weet ik eigenlijk niet als ik heel eerlijk ben. Nee. Wat we natuurlijk waarderen, die eerlijkheid. Ja. Want dat is eigenlijk misschien niet wat je zou hopen als toezichthouder. Wat zeggen deze cijfers jou dan? Nou, ik denk eigenlijk dat het wel aansluit, want ik geloof wel dat het is zo'n groot thema dat we ook wel zien dat besturen ermee worstelen. En dat gaat niet alleen over mijn pand is toe aan vervanging of mijn pand is toe aan renovatie, maar het begint eigenlijk al bij de voorvraag, ja, wie heb ik hier allemaal voor nodig? Ja. Wij staan hier met 3 expertise, precies. Dat is nog maar slechts de juridische en fiscale expertise. Maar dat hele team bij elkaar krijgen, dat vraagt al heel erg veel. We weten wat er naast huisvesting nog allemaal meer van een bevoegd gezag wordt gevraagd. Dus er is denk ik ook heel vaak gewoon niet genoeg tijd voor. Dus dat, nou, ik lees dat ook wel een beetje in de cijfers. Hè. Je wordt wel op de hoogte gehouden, maar soms 32% heeft geen idee. Jij hebt van de meeste gebouwen wel een idee. Ja. Oh, sorry, van de meeste gebouwen heb ik een idee. Ja, dus valt het misschien toch wel mee. Het valt misschien wel mee, ja, eens. Ja. Nou, gelukkig. Okay, er komt nog een duimpje bij. Mooi zo. Ik heb 1 vraag tot nu toe. Wat betekent dit met betrekking tot de CO2-eisen? Ja, wat het betekent, kijk, het onderzoek laat zien dat er in, volgens mij was het 80% van de klaslokalen die
zijn onderzocht dat het veel te hoog was. Er zijn, volgens mij heb jij die data, er zijn criteria voor waar het aan moet voldoen. Maar het gaat eigenlijk op een eerder moment al mis. Eigenlijk is er geen monitoring van de CO2-getallen in het klaslokaal. Dus we kunnen wel vanuit overheid bedenken, het moet hier aan voldoen. Maar we moeten de eerste stap nemen, weten we het eigenlijk wel. Dus zorg is dat er een meter in komt en zorg dat je het in kaart kunt brengen. En als we het in kaart hebben gebracht, dan kunnen we ook kijken wat eventueel de oplossing ervoor is. Ja. En dan niet afplakken als het lampje rood wordt. Nee, exact. Nee, dat verhaal ik aan de dus dat is wel voor wat betreft de status van de panden. Ja. En er is nog een stuwende factor, namelijk aankomende wetgeving. Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja, eigenlijk om aan te sluiten bij Danielle, op een gegeven moment hebben ze eigenlijk 1 jaar in COVID, heeft het RVO de handschoen opgepakt samen met de sectorraden en gezegd, oké, hoe kunnen we bevoegde gezagen en onderwijsinstellingen en IKC-instellingen nou helpen om zo snel mogelijk tot verduurzaming van hun panden te komen. Dus daarvoor hebben ze dat programma van IJs voor frisse scholen, van waar moeten nou onderwijspanden aan voldoen. Precies. En aan welke knoppen kun je draaien. En ze hebben een soort van routekaart gegeven. Oké, wat kunnen PO doen en wat kan VO doen? Om eigenlijk zo snel mogelijk die verduurzaming in te zetten, want er is gewoon geld nodig. En je moet je eigenlijk voorstellen, bij de financiering en überhaupt gewoon de verantwoordelijkheid voor de onderwijspanden, heb je eigenlijk altijd te maken met 3 partijen. Dat is de gemeente, dat is het bevoegd gezag zelf, en dan de huurder, wat dan de kinderopvang is. Dus iedereen heeft wat te willen. En dan is een deel van de verantwoordelijkheid is bij de gemeente belegd, namelijk de instandhouding van het pand. Maar het onderhoud is weer bij het bevoegd gezag belegd. Dus het is altijd van, oké, wie pakt deze handschoen op? Ja. En in de huidige wetgeving komt daar ook nog bij dat eigenlijk renovatie daar is niet eens in voorzien. Nee. Dus de wettelijke instandhouding, dat is verbouw, nieuwbouw, maar renovatie wordt nergens genoemd. En de bevoegd gezag staat aan de lat voor het onderhoud. Ja. En dat krijgen ze dan gefinancierd vanuit de lump sum. En de gemeente die financiert de verbouw en nieuwbouw vanuit het gemeentefonds. Ja. En dan heb je eigenlijk ook nog een huurder die ook wel een bepaalde mate van kwaliteit wil in hun panden. En wil beslissen. Ja, je hebt gewoon te veel partijen eigenlijk om mee rekening te houden. Dus op een gegeven moment is er in 2021 is een interdepartementaal beleidsonderzoek plaatsgevonden. Meerdere ministeries. Ja, 5 ministeries. En dat is eigenlijk ook zo tekenend, want het OCW was erbij betrokken, Minfin, Algemene Zaken, BZK en Sociale Zaken. Dus je ziet eigenlijk hoe verstrooid onderwijs en IKC zeg maar over alle ministeries is belegd. En dat zie je eigenlijk ook al binnen de gemeentes. Zeker. Dus als we praten met gemeenten over 1 school, hebben we iemand nodig voor vastgoed, iemand nodig voor onderwijs, iemand nodig voor maatschappelijk vastgoed. Dus er is niemand die eigenlijk het hele palet overziet. En dat is eigenlijk ook wat uit dat onderzoek is gebleken. Er is niet een soort van iemand die alles overziet. En er missen gewoon bepaalde punten in de huidige wetgeving, zoals die renovatie. Ja. Want er zijn heel veel panden, maar wie gaat nou eigenlijk betalen voor die renovatie? En waar ligt het onderscheid? Hè? Wanneer is het een renovatie? Precies. En wanneer is de verbouwing? Ja. En wanneer is het onderhoud? Is renoveren misschien wel duurzamer dan nieuwbouw? Precies. Precies. Ja. En heel vaak staat natuurlijk het pand er al, dus dan moet je het eigenlijk eerst plat gooien. En een nieuwbouw, dat is natuurlijk kapitaalvernietiging als we dat zouden moeten doen. Dus in 2023 is er toen een internetconsultatie gekomen en die is voor die nieuwe wetsvoorstel doelmatige aanpak in onderwijshuisvesting. En daar waren eigenlijk de punten, 3 punten kwamen daarin voor, namelijk de gemeente krijgt de verantwoordelijkheid en die moet eigenlijk ook echt een visie maken en dat noemen ze het IHP, Integraal Huisvestingsplan. Ja. Want dat mist eigenlijk, dus het is gedecentraliseerd naar de gemeente, maar de gemeente kreeg gewoon geld en dan was het eigenlijk, zoek het maar uit. Jullie hebben de zorgplicht. Hoe jullie het doen, maakt niet uit. Dus nu willen ze het eigenlijk wettelijk vastleggen dat de gemeente eigenlijk voor een periode van 8 jaar vaststelt van oké, dan gaan we dit pand doen, dan gaan we dat pand doen en dan gaan we dat pand doen. Daarnaast moet het bevoegd gezag moet dan een meerjarig onderhoudsplan opstellen om eigenlijk aan hun plicht te voldoen om het pand te onderhouden. Dus allebei krijgen ze er een taakje bij, om het maar even oneerbiedig te zeggen. En renovatie wordt in de wet daar wordt in de wet in voorzien. En dat wordt dan een taak van de gemeente. Dus dat valt dan onder de wettelijke zorgplicht van de gemeente. Dus dan wordt het nieuwbouw/renovatie. Precies. Ja.
Nou ja, daar hangt het nog steeds, want er is een internetconsultatie geweest en de beoogde inwerkingstredingsdatum is 1 augustus 2025, maar er is niks. Oh. En het probleem is, de Raad van State heeft er een advies over gepubliceerd en die zeggen eigenlijk, ja, er komen zoveel eisen voor de gemeente bij, ze hebben daar helemaal geen geld voor. En 2026 staat voor de gemeente een beetje bekend als het klifjaar of ravijnjaar, dat komt misschien een aantal mensen wel bekend voor. En eigenlijk zijn op dat moment heel veel gemeenten op papier failliet. En door ze een extra taak te geven waar ze niet extra vergoeding voor krijgen, dat gaat ze niet lukken. Daar moeten ze eerst iets op bedenken voordat de gemeente deze taak erop bij kan krijgen. Ja. Dus dat is waar het nu staat. We zijn over nog een jaar moet het ingaan, maar... Nou, wat moet je dan nu doen? Ja, ja, precies. Ja, God, ja, ja. Wat staat ons te wachten? Ja, ja, nou, het is misschien ook wel mooi ook om te zien dat er naast het onderzoek er een hele organisatie is opgetuigd. Ja. Ik breek maar altijd de woorden erover, maar... programmatische aanpak onderwijshuisvesting heet het, waar ook weer vanuit het departement partijen bij elkaar worden gebracht om die standaardisatie voor elkaar te krijgen. En dat is denk ik ook wel waar wij zo meteen in advocatuurlijke termen voor gaan pleiten. want Saskia zei al, vanuit aansprakelijkheid, zowel vanuit bestuur als vanuit toezicht, zou je het eigenlijk van je af moeten willen organiseren? Want het is te groot, het vraagt te veel tijd, het vraagt te veel expertise ook. Dus dat is denk ik één. En dat zou ook niet alleen een win moeten zijn voor bestuur en toezicht, maar ook voor onderwijs en opvang. Ja. Want op het moment dat je het samen gaat doen, en niet alleen samen als onderwijs, maar ook samen als opvang, dan heb je zometeen niet alleen maar die relatie, wij als onderwijspartij zijn de verhuurder en opvang is de huurder. Nee, je gaat samen participeren in iets. Waarbij je het samen in stand gaat houden en ook samen zeggenschap erover hebt. Dus dat brengt gelijkwaardigheid, denk ik. Ja, precies. En wat je ook zegt, hè, van je af organiseren, maar je bent er wel, zeg maar, min of meer de eigenaar van, hè, als lid, zeg maar. Hè. Ja. Dat is heel belangrijk. En het mooie daarvan is dat je wel de contouren en de reikwijdte bepaalt. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat er de onderwijsinstellingen daar leading in zijn. Hè. Ik bedoel, het gaat om het primaire proces van het onderwijs. Dus het is van de onderwijsorganisaties. Maar je hebt niet de aansprakelijkheid en toezichtpositie in het vastgoeddomein zelf. En dat is natuurlijk een heel mooi onderscheid, want dat heb je wel in het bevoegd gezag. Ja. Het is leuk als jullie daar wat over vertellen. Ja, want van je af organiseren, hoe doe je dat dan? Ja, wat zeggen we dan eigenlijk? Ja. Ja, het klinkt een beetje jargon. Ja, nou ja, we zijn als juristen niet heel erg gewend aan tekenen. Dus dit is ongeveer ook het wat u nu ziet in het slide, wat wij kunnen aan tekeningen. Maar Nienke gaat u daar doorheen praten om eens te vertellen wat wij hiermee bedoelen. Ja, eigenlijk, voor ons in ieder geval is altijd de basis de wet. En in de wet staat dan eigenlijk op het moment dat er nieuwbouw moet komen. En dan kom ik zo bij het plaatje, maar even om de uitgangspunten te goed helder te hebben. Eigenlijk op het moment dat er nieuwbouw moet komen, dan heb je een zogeheten bouwheer. En ondanks dat dan de gemeente dus altijd die wettelijke zorgplichten heeft, is eigenlijk het uitgangspunt op basis van de wet is dat het bevoegd gezag de bouwheer is. Dat is eigenlijk heel gek, want dan krijg je gewoon een fulltime baner bij die... waar eigenlijk de bestuurder helemaal niet voor is opgeleid. Want de bouwheer is degene die de grote projecten... Van A tot Z, de opdrachtgever. Ja. En die moet een architect inschakelen, advies inwinnen. En van waar gaan we nou heen? Ja. En dat is dan, om nog even terug te grijpen over dat het nu eigenlijk zo gek is dat er geen IAB is. De gemeente stelt wel een soort van programma van eisen op. Maar dus eigenlijk ligt het allemaal bij het bevoegd gezag. Terwijl de gemeente de wettelijke zorgplicht heeft. Ja. Nou, in dit model willen we eigenlijk dus al die geldstromen gaan samenbrengen. Dus en die verantwoordelijkheid voor het onderhoud wat eigenlijk bij het bevoegd gezag zit. En de wettelijke zorgplicht wat eigenlijk bij de gemeente ligt. Dus eigenlijk zie je rechtsboven op het plaatje het Rijk. Want eigenlijk natuurlijk komt alle financiering voor zo'n onderwijspand komt uiteindelijk van het Rijk vandaan. En het Rijk betaalt aan de bevoegd gezag, betaalt een lump sum bijdrage. Dat was voorheen was dat de MI-vergoeding. Dat komt misschien veel mensen nog wel voor als een bekende term. En dat wordt in de praktijk ook nog zo genoemd. Want dat ziet op de materiële instandhouding. Dus echt het onderhoud en de inventaris. En de gemeente krijgt dan een zak geld eigenlijk voor de wettelijke zorgplicht in het gemeentefonds.
Op het moment dat we dan, wat we dus noemen, je ziet het hier al boven, door decentralisatie, het is een beetje een tongbreker. Ja. En het komt er eigenlijk vandaan dat de gemeente, het is naar de gemeente gedecentraliseerd. Precies. En nu gaan we door decentraliseren naar, in dit model, de vereniging. Een eigen vereniging. Ja, een eigen vereniging. Ja. Die allerlei contracten sluit. En de basis is eigenlijk dan ook de door decentralisatie overeenkomst. En daar zijn alle partijen, behalve het Rijk dan, die je hier op het plaatje ziet, partij bij. En de bevoegde gezagen worden dan lid van de, in dit geval, vereniging. En de gemeente niet. De gemeente houdt alleen maar een contractueel toezicht. En de vereniging is ook verplicht te rapporteren aan de gemeente van waar staan we nou en hoe gaat het met de onderwijspanden of de IKC-panden. En eigenlijk zie je dan, daaronder hebben we nog een drietal stichtingen gezet. En het idee daarvan is eigenlijk om de eigendom van de onderwijspanden te scheiden van de exploitatie. En in de commerciële wereld kennen we dat wel als opco en propco. We gaan er niet te lang bij stilstaan, maar voor de mensen die het kennen, dan helpt het misschien in de gedachtenvorming. Ja. Maar eigenlijk het huisvestingbureau of de operationele activiteiten, dus echt de mensen die zitten ondergebracht in de vereniging op dit plaatje. En eigenlijk alle de eigendom, en dan kom ik zo nog op het verschil tussen juridisch en economisch eigendom, maar gewoon de eigendom van de panden, die zitten in de stichting. En daar komt dan ook het geld binnen en dat, ja, wij noemen het wel eens alle gebouwgebonden kosten. Ja. Die gaan eruit. Dus eigenlijk de hele winst- en verliesrekening, die zie je in de stichting. En eigenlijk verder zie je in de vereniging de mensen en de uitvoering. Dus daar doen alle mensen de administratie en mensen zijn in dienst bij de vereniging. Juist. En de stichting is niet eigenlijk meer bij de afzonderlijke scholen, afzonderlijk bevoegd gezagen. Precies. Maar, juist. Het idee is om het samen te brengen eigenlijk van alle huisvestingsmanagers die nu bij alle bevoegde gezagen los in dienst zijn of bij de kinderopvang, om die eigenlijk samen in één bureau te zetten en alle kennis en expertise samen te brengen. En alle gelden en alle extra gelden. Zodat je dus ook voor meerdere scholen tegelijkertijd kan organiseren. In plaats van dat je vroeger in die huisvestingsconvenanten met de gemeente. Ja, wist je dat jij op de rol stond voor over 8 jaar. Of over 12 jaar. Of een deel. En je kan het integraal aanpakken met elkaar. En is het dan nog het verschil tussen of je PO met kinderopvang doet, of dat het VO-scholen onderling zijn? Ja, daar liggen nu de mogelijkheden. Ja, absoluut. Ja. Ja, je kunt echt als verschillende partijen hierin participeren. Tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar samenwerkingsverbanden gezien van of PO of VO. En voorzichtig zie je daar wel dat er een aantal partijen zijn die bijvoorbeeld in Breda is het 2014 geweest, zijn ingestapt in een doordecentralisatie rechtspersoon. En vervolgens, de afgelopen 10 jaar hebben we benut om de hele IKC-vorming vorm te geven. Dus dan zie je dat daar uiteindelijk ook partijen instappen, eigenlijk gedwongen vanuit, en dat klinkt een beetje negatief, maar het wordt mogelijk gemaakt door de bestuurlijke integratie tussen onderwijs en opvang om hier ook aan mee te doen. Ja. En dat is ook de win waar we denk ik net aan refereerden. Huisvesting is weliswaar misschien voor opvang anders, want het is een privaat gefinancierde sector, waar we onderwijs publiek gefinancierde sector hebben. Maar ook daarvoor geldt dat je, eigenlijk kan ik me voorstellen, het liefst wil bezighouden met de core business. En je eigenlijk het samenwerkingsverband, het huisvestingsbureau, ook voor de opvangtak kunt benutten. Dus het kan ook echt een dienstverlener worden aan de opvang. En dan maakt het niet uit dat je publieke en private partijen in één vereniging hebt? Nee, want we hebben eigenlijk de onderwijs- en de opvangpartijen zijn altijd lid. Maar zitten niet vermengd met hun core business in het huisvestingsbureau. En zitten ook niet vermengd in de vastgoedstichtingen die eronder hangen. Dus je zet iets professioneels neer waar mensen met tijd en aandacht zich kunnen focussen op. Dat duurzaam. Van je af organiseren. Ja. Ik heb twee vragen in ieder geval. Ja, ja. Kunnen we PO en kinderopvang brengen onder één bestuur als we de financiën van beide takken boekhoudkundig goed gescheiden houden? Ja. Omdat OCW-bijdragen niet voor kinderopvang gebruikt mogen worden. Ja. Ja. Goed punt. Het juridische antwoord is dat het juridisch wel kan. Maar je loopt tegen een ander probleem aan en dat zit niet zozeer in het scheiden van financiën, want dat kan administratief nog wel. Maar het zit in het cao en in het pensioen
vlak. Je hebt te maken met twee overlappende cao's die op elementen botsen of juist op elementen niet voorzien in waar je naartoe wilt. Bijvoorbeeld combinatiefunctionarissen, dan is er altijd de vraag, ja, onder welke valt die dan? Dus dat is één. Dat kun je wellicht met heel veel maatwerk nog wel oplossen, maar is complex zien wij. Maar het tweede punt is veel vervelender en dat is niet juridisch, maar dat is financieel. En dat heeft te maken met de overlappende werkingssferen van ABP en PFZW. Die zeggen op dit moment pensioenfondsen. Die zeggen eigenlijk, al het personeel dat in dienst is van een rechtspersoon die onderwijs verzorgt, valt onder ABP. En PFZW zegt exact hetzelfde. Dus dat betekent een dubbele premieaftracht. Dus het onderbrengen van onderwijs en opvang in één rechtspersoon kan juridisch, maar is kostbaar en cao-technisch complex. Ja. Oké, okay. Daar hebben jullie dan wel een oplossing voor. Zeker. Ja, voor misschien is het aardig. Misschien is het aardig om nog, nu deze vraag komt, alvast naar het volgende plaatje te gaan. Dan komen we zo meteen wel weer terug bij het doordecentralisatieplaatje. Want als we kijken naar de doordecentralisatie, dan is de vraag wie wordt daar lid van. We hadden bewust alleen bevoegde gezagen opgenomen, omdat het bij IKC-vorming gaat, ja, met welk model werk ik dan en welke partijen gaan dan lid worden. Nou, dank voor de vraag, want dat is ook meteen de reden waarom juridische integratie op dit moment nog niet kan. Dus die zien we ook niet hier op het plaatje van bestuurlijke integratie. Bestuurlijke integratie is op dit moment de meest vergaande vorm waarop onderwijs en opvang kunnen samenwerken. En dat laat zich weer onderverdelen in drie hoofdmodellen. Dat zijn misschien termen die ook wel bekend voorkomen. Allereerst de personele unie, links. Daarbij waarborg je dat bestuur en toezicht van de onderwijsstichting door dezelfde personen wordt gevormd als de opvangstichting. Dus je organiseert het over personen heen. Daarnaast zie je de holdingstructuur. Daarbij doe je in essentie precies hetzelfde, maar niet over personen heen, maar over een rechtspersoon heen. En wat bedoel ik daarmee? Daarom zeggen we richten een nieuwe stichting op, een holdingstichting. En die rechtspersoon, die stichting, maken we bestuurder van onderwijs en opvang. En u als toezichthouder en het bestuur zit bovenin in de holdingstichting. Kom ik zo op terug als we weer teruggrijpen naar het plaatje van de doordecentralisatie. En het rechtermodel is ook weer precies hetzelfde, want je voorziet in integrale aansturing door bestuur en toezicht, maar net in een iets andere vorm, want je zegt dan dat de onderwijsstichting de bestuurder wordt van de opvangstichting. Ja. Kan eigenlijk niet andersom, heeft te maken met de onderwijsinspectie en ook de gemeenteraad die bevoegdheden heeft ten aanzien van openbaar onderwijs. Dus wat wij zien, en daarom heb ik ze toch even alle drie erbij gepakt, links vinden we, en nou misschien wil jij daar nog iets over zeggen, Saskia, wat minder wenselijk in het kader van belangenverstrengeling. En rechts, ja, ziet er in ieder geval optisch wat ongelijkwaardig uit en daarmee ook wat minder schaalbaar. Dus wij komen vaak uit in het midden. Ja, precies. En wat ik leuk vind, he, dit komt uit jullie allemaal. He, de eerste in Vlaardingen was uniek destijds. Wat er dan moest gebeuren voordat je hier kwam, is dat er locaties uitgeruild werden, zodat de kinderopvang en het primair onderwijs, zeg maar, met dezelfde partijen samenwerkten. En ja, wat je in ieder geval hier ziet is, kijk, in de middelste tekening, dan heb je bestuur en toezicht bovenin. Hè? En dat betekent dus dat jij ook vanuit die hiërarchische positie zowel voor kinderopvang als voor onderwijs bestuurt en toezicht houdt. En dat die nevenschikking kan een beetje ingewikkelder zijn, omdat je dan dat integrale, zeg maar, in de juridische structuur mis. Ik zeg erbij, het is uiteindelijk allemaal hetzelfde. Zelfs die moeder-dochter relatie is eigenlijk er eentje hoe wij hem tekenen. Van de ene is bestuurder van de ander, maar er zitten allemaal dezelfde mensen in. En toch merken we dat, en dat begrijp ik heel goed, dat men dan toch het plaatje ziet van kinderopvang is ondergeschikt aan onderwijs. En dat is natuurlijk helemaal niet wat het is, want je wil eigenlijk die linker totale gelijkwaardigheid hebben. Dat is ook bij Kindcentra 2020 destijds altijd het uitgangspunt geweest, die totale gelijkwaardigheid. En wat dan voor ons soms ingewikkeld is, is dat nou juist dat rechterplaatje is gewoon één druk op de knop dat bij is de makkelijkste. Ja, exact. Ja. Dus, maar het helpt gewoon dat je ze allemaal gewoon in de praktijk maakt. En uiteindelijk kunnen we uit de voeten met alle drie de scenario's. Alleen de een is gewoon makkelijker bij een belastingdienst te organiseren en de ander wat ingewikkelder. Maar
Ja, maar wat fijn is, is omdat we hier nu eigenlijk zo ver mee zijn gekomen in de praktijk en het ook echt heel goed gaat en personeel het zelf ook heel fijn vindt als je één organisatie bent geworden, dat je dan aan de achterkant nog die rechtspersonen hebt, maar op de werkvloer gaat het al heel erg integraal en collegiaal, moet ik erbij zeggen, samen. En dit plaatje helpt dus ook weer met die doordecentralisatie van hoe moet je dan lid worden van die partij. Precies, daar wilde jij net naartoe. Ja, nee, misschien een mooi bruggetje. Als het mogelijk is, misschien de vorige slide nog terug. Ja, dank. Want als er bijvoorbeeld zou worden gekozen voor een holdingstructuur, dan zou je hier kunnen zeggen, nou, ik maak de holdingstichting het lid van de vereniging, want in mijn holdingstichting zit mijn raad van toezicht en in mijn holdingstichting zit mijn college van bestuur. Daar zit de integraliteit en die gaan over onderwijs en opvang. Dus daarom dacht het is toch aardig, mede ingegeven door de vraag overigens. Ja, dus dit plaatje laten zien, maar ook even doorkijken naar welke samenwerkingsmodellen heb je nu. Want ik denk dat die samenwerkingsmodellen eigenlijk hier ook behulpzaam kunnen zijn. Omdat je, als je voor zo'n holdingstructuur zou kiezen, helemaal niet meer de vraag hebt, moet onderwijs nou lid zijn, moet opvang lid zijn, of allebei, of met verschillende rechten. Want dan kunnen we, nou, zoals Kijk Anne, fantastisch mee spelen met alle lidmaatschapsrechten en daar iets moois van maken. Maar het is mooi als die vraag eigenlijk niet hoeft te worden beantwoord, want het is een rechtspersoon waar je samen in zit. Ja. We gaan keihard door de tijd, dus ik ga even wat vragen van de kijkers nog stellen. Ja. Maakt het nog iets uit wie bouwheer is in verband met de BTW-teruggave, gemeente of bevoegd gezag? Ja. Nee, uiteindelijk niet. En dat is een beetje, het is een technische vraag met eigenlijk ook een technisch antwoord. Maar het begeeft zich allemaal in de BTW-vrijgestelde sector. En dat betekent dat de prestaties die je met een pand, of waar je in voorziet, onderwijs op opvang, daar betaal je geen BTW over. Dat betekent ook dat je geen recht hebt op teruggaan van BTW op kosten. En hoe je dat nou precies in al die schakels met elkaar vereffent, uiteindelijk blijft die BTW-druk onderaan de streep gelijk. Oké. Kunnen jullie ook iets zeggen over het Didam-arrest? Dit is een insider, denk ik, Ingelezen. Want gemeenten schermen hier vaak mee, mijn zinziens. Ja. Ook onterecht in het kader van het voorzichtigheidsprincipe. Ja, absoluut. Nou, ook daarvoor dan. In drie zinnen, wat is het Didam-arrest? Ja, het Didam-arrest, zeg ik even kort gezegd, op het moment dat de gemeente iets op onroerend goed zou willen aanbieden aan een partij, dan moet het eerst aan de markt worden aangeboden door een publicatie. Dat is even het hele Jip en Janneke antwoord wat ervoor geldt. Maar ik ben ook blij met de vraagstelling en de wijze waarop, want wij zien dat ook. Dat er veel mee geschermd wordt. Ja. En heel vaak in de relatie gemeente-onderwijs speelt het eigenlijk niet. Omdat je niet iets aanbiedt aan een andere partij, maar je voorziet in een eigen verplichting. Precies. En dat is eigenlijk waar we het de hele tijd over hebben. Hè. Er is een wettelijke zorgplicht voor de gemeentes om te doen voorzien in huisvesting. Dus het is niet zo dat de gemeente als een soort van opdrachtgever iets gaan aanbieden aan een derde partij. Dus nou ja, een heel groot onderwerp, maar dat zien wij ook. Er wordt onterecht vaak mee geschermd. Ja. Nog een vraag. Moet het personeel ook dubbele pensioenpremie betalen? Als het in rechtspersoon zit, wel. Nou ja, het is niet zozeer dat je dat zelf, denk ik, zou gaan aankaarten. Maar het wacht op het moment dat pensioenfondsen de hand op gaan houden. Ja. Heb je wel ook een dubbel pensioen uiteindelijk? Zo kun je het ook zien. Ja, zo hadden we het niet gezien. En mag je binnen het PO inmiddels geld uitgeven aan het plaatsen van een noodlokaal vanuit de OCW-middelen? Of is dit nog steeds onrechtmatig? Nou, dat is wel een leuke vraag. Ja, want dat is eigenlijk precies wat ik nog niet had gezegd over dat nieuwe wetsvoorstel. Want het is inderdaad zo dat je in VO mag je wel met die lumpsum bijdragen, dus die je hier de groene pijl ziet. Mag voor VO-instellingen mogen die wel. Ja. Investeren in hun pand, dus ook verbeteringen van hun pand. In de WPO, wet op het primair onderwijs, mag dat op dit moment niet. Dus zij mogen die lump sum bijdrage, mogen ze niet gebruiken om te verbouwen eigenlijk. En in het nieuwe wetsvoorstel gaan ze dat eruit halen. Dus dan mag een PO... Precies. Als het doorgaat. Als het ooit een keer doorgaat. Ja, Saskia, komt het nou vaak voor die doordecentralisatie? Ja. Want ik kan me voorstellen dat het best wel ook wel spannend is om dit avontuur aan te houden. Zeker. Ja. In welke gemeente gebeurt dit al? Ja. Waar kunnen we eens op bezoek? Ja, heel goed. Leuk dat je dat vraagt. Kijk, het is zo dat het in die tijd was het ook zo dat eigenlijk heel veel scholen vastliepen met hun onderwijshuisvesting. Vanwege de ambities en ook wat je zag gebeuren in die tijd rond het hele MBO, wet educatie.
educatie en beroepsonderwijs en de WHW en het hoger onderwijs. Ja, dat was inspirerend en men liep er tegenaan dat dat voor het funderend onderwijs eigenlijk niet lukte. En dan zag je in Nijmegen hebben we een heel mooi voorbeeld van een doordecentralisatie gehad. In Hoorn, in Dordrecht, in Breda. Ik kan echt oefenloos doorgaan. Het is alleen zo dat... Dus er zijn ook veel partijen bij betrokken, maar er wordt niet zo vaak over gesproken. En wat ik echt heel leuk vind, dat jullie die gelegenheid nu geven. Omdat ik wel merk dat op dit moment de collegialiteit in de sector enorm aan het toenemen is. De problemen zijn zo groot. Het lerarentekort, onderwijsregio's. Dit probleem ook, met name eigenlijk ook vanwege de kwaliteit en de luchtkwaliteit. Hè, is ontzettend belangrijk voor de leerprestaties. Dat hebben we overigens ook in de zorg gezien, hè, op dezelfde manier. Dus de bereidheid om samen te werken is heel groot. We hebben ook gehad, moet ik eerlijk zeggen, een periode dat men niet aan die doordecentralisaties toekomt. Dus het is wel leuk omdat je wat ouder bent, een aantal jaar geleden. Ja, je kunt er terugkijken. Ja, kan je terugkijken. En nu, zeg maar, met alles wat daar aan noodzaak eigenlijk is, zie je al dat er weer heel veel belangstelling voor komt. En ja, dan die meerwaarde dat je het voor de scholen in de regio die zich en de kinderopvang, hè, die op dit moment heel belangrijk integraal werk doet en dan gebouwen wil hebben die dat kunnen ondersteunen en faciliteren en dat je daar ook voor wordt ontzorgd. Dat je dat niet allemaal als... Hey, je hebt je handen vol al aan het primair proces. En in de hele dagbegeleiding van jonge kinderen. Dat je dit op een professionele manier kan doen. Terwijl het ook, ja, dat vind ik zelf dan mooi, met eigenarenleden uit het bekostigd domein is. Hè? Dus dat het zich niet in een, nou ja, mag ik het zeggen, private equity-achtige omgeving vindt. Maar dat je het gewoon met elkaar kan doen. Dus ik ben heel erg erbij om dat in de herfst van mijn carrière nog te zien dat zij dat weer op kunnen pakken. Ja. En ik heb ook gezien hoe moedig toen de bestuurders en toezichthouders waren om het te gaan doen. Want het was echt uit de comfortzone. Op al die plekken in het land waar dat gebeurde. Ja. He, maar je ziet dan nu wel dat als je dat allemaal al hebt doorlopen, ja, dat het dan ook dus nu in die combinatie met kinderopvang en onderwijs heel mooi samen kan gaan. Want je hebt die eerste meters alweer gemaakt en daar kunnen anderen van profiteren. Juist. Ja. Ja, ik merk het al. We kunnen hier nog drie kwartier over doorpraten. Ja. Ja. Maar dat gaat niet. Dus wat zouden jullie nou aan de toezichthouders die hier zitten te kijken, echt nog mee willen geven? Ja, nou, kijk, besturen is onvoorwaardelijk en voor het geheel. Maar het is voor een bestuur ontzettend fijn als die een ingelezen een kritische, maar ook een welwillende toezichthouder hierin heeft. Want je moet moedig zijn om het te gaan organiseren. En wat ik eigenlijk wil aangeven, is deze manier zorgt dat je op een aanvaardbaar niveau met risico's omgaat. En die risicospreiding tussen primair proces en kwalitatieve onderwijs en opvang, huisvesting, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En weet maar dat je, als je bestuurders hiermee komen, dat ze het spannend vinden naar de toezichthouder. Hè, dat dan de toezichthouder niet zeg maar meteen zegt van joh, hè, laten we het klein houden en bij onszelf houden. Maar ook zich verdiept en samen kijken naar de meerwaarde van wat je kan realiseren. En ook in de juiste bevoegdheden en aansprakelijkheidsverhoudingen, ja, dat vind ik een enorme meerwaarde. En dan weet ik ook dat die bestuurders die volgende stappen met elkaar kunnen zetten. En het professionele bouwheren en alles wat erbij komt. Dus je moet niet vergeten welke invloed je als toezichthouder hebt om hier faciliterend in op te kunnen treden. Precies. Als het bij jou past, bij jouw omgeving. Ja. Nog iets aan toe te voegen? Ja, nee, ik denk dat inderdaad het mooie is, alle lof voor toezichthouders die bereid zijn om zich hierin te verdiepen. Want het is complex en dat realiseren we ons in 45 minuten hier doorheen. Ja. Is bijna onmogelijk. Maar de verdieping en daarmee comfort geven is denk ik een hele mooie stap. Ja. Ja. Nou, als je meer wil weten van een van deze drie, dan zie je hier de contactgegevens. Nou ja, Van Doornen, daar kun je altijd terecht.
Er zijn nog wat onbeantwoorde vragen. Daar komen we later nog wel eventjes op terug. Ook in de terugblik van op dit college. Daar krijg je ook de terugkijklink. Want soms moet je het misschien op halve snelheid afspelen om te kunnen blijven volgen. Dat is helemaal niet raar. We willen je vragen of je het evaluatieformulier wilt invullen over deze bijeenkomst. Want dan weten we wat je ervan vond en wat we de volgende keer nog beter kunnen doen. Wijs ik je eventjes op wat er komen gaat de komende tijd. Ja. Dus het start-up event voor nieuwe leden, de regio bijeenkomsten in november en 3 december het lunchcollege toezien op IKC's met Jochem Streefkerk. Dus daar gaan we het vast wel hebben, ook weer over de modellen die jullie eerder presenteren. Zeker. Saskia, Nienke en Danielle, heel erg hartelijk dank voor jullie komst naar de studio en alles wat jullie verteld hebben. En jij bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dankjewel.